Maar nu eerst tijd voor de voetwassing. Het ritueel van de nabijheid. En vandaag was Annemiek Schrijver de voeten van Tanja Jadnanansing. Tanja, jij zit voor de PvdA in de Tweede Kamer. Worden daar wel eens voeten gewassen? Nee, daar heb ik het nog niet meegemaakt. Het zal wel heel bijzonder zijn. Want voetwassen is natuurlijk een vorm van diep respect betonen, in ieder geval in het hindoeïsme. Oh ja? En het zou misschien wel mooi zijn als we als politici iets meer dieper zouden willen gaan bij elkaar. Niet alleen maar het ego, maar ook gewoon wat verbindt ons eigenlijk. Het zou wel heel mooi zijn. Jullie wassen alleen maar elkaars oren natuurlijk. Kijk, misschien is dat het wel, ja. Als het niet te warm is. Nee, dit is prima temperatuur. Heb je het wel eens meegemaakt? Een voetwassing? Nee. Ik heb zelf dat iemand mijn voeten heeft gewassen, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is wel zo dat als je gaat trouwen, dan als je de hele heftige versie doet van 3 dagen, dan worden wel voeten gewassen. Oh ja? Maar mijn man en ik zijn wel op het Hindoestaans getrouwd, maar ja, we hadden een light versie. Gewoon van 3 uur. Dat vonden we wel weer mooi. Ja. En toen zijn de voeten niet gewassen. Dus we hebben dat helaas overgeslagen. En mijn man die probeert mij nog wel eens te verleiden om dat te gaan doen voor hem. Maar ik doe wel gewoon een massage voor hem, maar niet voeten wassen. Het schijnt toch ook nog wel wat te zijn om het te durven ondergaan? Ja, ja. Dat is inderdaad dat je iets loslaat. Hè? Dat, je, ja, dat geeft ook aan dat je zelf... Kijk, ik geef me helemaal over. Ik vind dit echt geweldig. Ik denk, oh ja, laat me gewoon een paar uren doen. Maar dat is omdat ik zelf heel geaard ben. Hè? Dus ik hou heel erg van het leven. En ik hou van met mijn voeten inderdaad op die aarde. En met mijn voeten die dragen mij naar alles wat ik mag doen. Hè? Want het is ook natuurlijk een groot cadeau dat je mag doen wat je mag doen in dit leven. Dat is je gegeven. En ben je daarom zo gul geworden? Want je doet ook veel, toch? Vooral voor jongeren. Ja. Dat is, maar nou, die gulheid naar jongeren toe, dat is ook wel een beetje vanuit mijn eigen opvoeding. Dat mij zoveel is gegund. Ja? Door mijn ouders, met name door mijn vader, die mij zoveel heeft gegund. Alle kansen in dit leven heeft gegeven. En nog steeds. Hè? En trots is op alles wat ik doe. En ik weet dat er heel veel jongeren zijn in de samenleving, ook hier in Nederland, die dat niet hebben. Die hebben niet die ouders die hun dragen. Niet de omgeving die hun draagt. Terwijl het prachtige wezens zijn op zichzelf. En het is mooi om die liefde dan aan hun te geven. En dat ook soms politiek te kunnen omzetten. Dat is prachtig. Maar het gaat vooral ook om het kunnen geven. Ja. Hey, en water, wat heeft dat voor betekenis in het hindoeïsme? Reinigend. Absoluut reinigend. Hè? Dus water is alles. Water maakt je schoon. En is ook echt een symbool inderdaad van zuiverheid. Mm-hmm. Van, en je ziet het ook, hè, de Ganges bijvoorbeeld, hè, die rivier, ja, water dat daar stroomt. Dat wordt door heel veel mensen gezien als het heilige water. Die natuurlijk wel vervuild is. Enorm, maar zeg maar qua rituelen en het beeld is wel van, dat is mooi, daar ga je je in baden om inderdaad alle zonden, mm-hmm, weg te wassen. Alle vervelende dingen weg te wassen. En nu weet ik dat jij ook mediteert. Ja. Is het zo dat je met bijvoorbeeld mantra's van binnen ook kunt wassen? Ja, ja. Een mantra reinigt je. Hè? Mm-hmm. Een mantra die geeft inderdaad, die geeft je focus. Maar die reinigt jou ook daadwerkelijk. Die maakt jou weer schoon. Want wat je doet in een mantra is eigenlijk je totaal onderwerpen en overgeven aan de kosmos, aan God, hè, hoe jij het wil noemen. En dat is dus, ja, dat is gewoon absolute reiniging. Absoluut zuiver willen zijn. Hoe klinkt dat? Nou ja, je hebt de Gayatri mantra natuurlijk. Dat is de mooiste. Maar je hebt ook bijvoorbeeld, dat is een ritueel wat mijn man doet. Die houdt heel erg van Lord Krishna. En wat hij elke ochtend doet, dat heeft echt met water te maken. Die heeft kleine bekertjes en die vult hij elke ochtend met water. Dat plaatst hij en dan zegt hij echt gewoon de Krishna-mantra. Dat is wat heel veel mensen ook kennen van op straat. En vervolgens vraagt hij ook gewoon, laat dit water mij zuiveren door u. En dat is dus een waterritueel wat mijn man uitvoert. Die doe ik zelf niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou heel erg zelf van die Gayatri-mantra. De Om Bhur Bhuvah. Ja, en dat zing je dan toch? Ja. Hoe gaat dat? Om Bhur Bhuvah Tat Savitur Varenyam Vargo Devasya Dhimahi Yo Yo Naha Prajodayat. En dat is, en dan vraag je vervolgens ook altijd vrede. Hè? Water is ook vrede, is reinigen. Dan zeg je Om Shanti, 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 Om. Dat is ook mooi, hè? Ja.
Dat is de diepe buiging, hè? Dat is mijn ziel, groet de ziel in jou. En betuigt diep respect aan jouw ziel. Mooi. En dan ben je niet meer bezig met het ego. Je bent niet meer bezig van, jij mevrouw de presentator en ik mevrouw politica. Het is gewoon van ziel tot ziel groeten we elkaar. Het zou mooi zijn, hè, als we dat meer zouden doen. Prachtig, ja. Ja, dat spreekt me zeer aan. Ja. En kan je elkaar ook tot lef verleiden? Tot lef? Nou, dat is wel een mooie vraag. Ik verwijt mezelf de laatste tijd dat ik te weinig lef heb. Oh ja? Ja, nou. omdat ik ben zo ontzettend op zoek naar verbinding. Ik maak me echt zorgen over de samenleving op dit moment. Ik vind ons zo boos naar elkaar toe. Als ik praat met mijn jongeren en ik vraag hen van wat wil je in het leven? Dan zeggen ze niet, ik wil rekenen leren en ik wil taal leren en ik wil een vak leren. Want ik heb vooral met jongeren uit beroepsonderwijs. Maar dan zeggen ze vooral van, ik zou zo graag willen leren wie ik ben en wie ik kan worden. Ja. En dat is iets waarvan ik denk, oh, ik zou zoveel lef willen hebben om gewoon tegen de mensen in de politiek, tegen mezelf te zeggen. En verdorie, dat gaan we gewoon op alle scholen nu invoeren. Maar dan ben ik weer bang dat docenten gaan zeggen, oh, kom je me nog iets opleggen? Ben je gek geworden? Dus dat is onvoldoende lef. Mm-hmm. Dus ik vind van mezelf dat ik meer lef moet tonen. Lef moet tonen, omdat al die jongeren, ik heb altijd wel het gevoel dat ze achter me meelopen die kamer in. Ik zou zo graag meer lef willen tonen om hun belangen nog beter te behartigen dan ik nu doe. En misschien door het nu hier uit te spreken. En ja. Doordat jij mijn voeten hebt gewassen en het helemaal zuiver is. Dat deze intentie ook echt gevolg krijgt. Dat ik daar iets meer pit in ga tonen. Ik vind het namelijk zo belangrijk. Ik vind het zo belangrijk dat we veel meer verbonden zijn met elkaar. Hoog opgeleid, laag opgeleid. Wit, zwart, oud, jong. Het lijkt alsof we echt steeds meer uit elkaar geraken. Hey, en als het gaat over ik wil weten wie ik ben of wie ik worden kan. Ja. Ben jij de Tanja geworden zoals je bedoeld bent? Nog niet. Ik ben een heel eind op weg. Maar mijn zus vroeg me laatst van, ik heb een motto, hè, voor al mijn jongeren. Als ze vragen wat wilt u nu van ons, dan zeg ik dat je de beste editie van jezelf wordt. Dus niet van een ander. Niet van wat Annemiek wil of wat Tanja wil. Maar wat kan jij en waar ga jij naartoe? En toen zei mijn zus laatst, en ben jij de beste editie van jezelf op dit moment? En dus daar denk ik heel veel over na. En daar komt ook die vraag, mooie vraag die jij net stelt. Hè, van heb je voldoende lef? Nee, ik vind dat de beste editie van mijzelf, daar zit net even nog iets meer lef in. Dat zou iets meer uitgesproken mogen zijn. Nu ik hier zit, herinner ik me ineens over water gesproken. Een hele mooie wateruitspraak van jou. Let's shower this nation with love. Dat was het inderdaad. Let's shower this nation. En dat is dus wat ik nog steeds wil. Ik wil echt de natie. En dat klinkt heel, heel vreemd voor sommige mensen. Maar het is wel echt een intrinsieke motivatie die tot en met tenen komt. Dat ik denk, mensen, please. Moeten we echt zo lelijk tegen elkaar doen? Laten we deze natie, inderdaad Nederland, gewoon een douche geven van liefde, van plezier, van hoop, van respect. Het kan wel. Yes. We moeten het alleen allemaal zelf in geloven, maar het kan wel. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Ga jij mij helpen? Wat leuk. Ja. Leuk, lekker keten. Ja. Okay, dit is echt heel zorgvuldig allemaal. Ja. Alleen waar laat je ze dan weer vervolgens? Ja, het moet wel charmant, want ik heb wel een jurk aan. Ja. Zo, dank je wel. Dank jou wel. Dat is heel mooi. Het is mooi dat je inderdaad die vraag stelt over lef. Want die stel ik mezelf de laatste tijd heel erg veel. Van, heb je het lef? Heb je ook het lef om breekbaar te zijn? Heb je het lef om aan te geven als je dingen niet kan? Jongeren zijn daar heel erg naar op zoek. Hè? Naar mensen die ook gewoon vertellen, het is moeilijk. Ja. Het gaat niet altijd vanzelf. Ja. Maar als je het echt wil, dan kan het wel. Ja, en dat weet je, ik sta daar ook 's morgens mee op. Dat ik altijd tegen mezelf zeg van, Tanja, maar het kan wel. Dus hoe moeilijk het ook is, maar het kan wel. En dan komen er inderdaad altijd engeltjes op je pad die samen met jou oplopen om te zorgen dat het er wel komt. Mooi hoor. Dank je wel. Fijn.